Simons. Die hele jonge voorhoede bij PSV met Simons, Ledesma en Saibari. Simons! En daar is hij wel! Xavi Simons. Zijn eerste voor PSV. Is de vijfde voor PSV tegen Ajax. Wist hoe die wegkomt. En dan Xavi Simons. Zorg balverlies van Bernardou. 2-2 met Simons en Bakayoko. Tegen Kieft de Belt en Veendorp. En Veendorp stapt niet of te laat. En dan is het 1-0 voor PSV via Johan Bakayoko. Gakpo met de voorzet. De Jong perfect bediend. En nee, in twee instanties ook niet. Simons dan? Hij wel. En zo komt PSV in de extra tijd van de eerste helft toch op 2-1. Simons. Voorzet ook van Simons. En nog binnengekomen voor de 3-1 door Obispo. Kan PSV omschakelen. Simons wacht op het randje van buitenspel. Dat is het niet. Simons kan door. Bakayoko is mee. Je kan het ook zelf doen. En zo wordt het uiteindelijk toch 4-1 voor PSV. PSV wat dat betreft koplopen. Goed beleid. Ook ingegeven door de noodzaak. En PSV krijgt hier de gelegenheid om een vierde te maken. Ja, als Excelsior zo vriendelijk gaat zijn, Simons. En er alweer ruimte is voor PSV. Vinicius liep buitenspel, maar hij blijkbaar niet. Gaat hij het afmaken, Simons? Ja, hij gaat het afmaken. Maar PSV is al gelijk weg met Til. Simons kiest positie en het is nu al raak. 20 seconden en Xavi Simons werkt hem binnen. Savio. Heeft Xavi Simons bij zich of gaat hij het eens een keer alleen proberen? Nee, kiest voor Simons. Simons, lekker afgemaakt. En ook 2 voor Xavi Simons. Een lach bij Van Nistelrooy. Hilversen. Niet zonder risico die bal natuurlijk van Timber. En nu kan Gakpo gaan uithalen. En dat doet hij doeltreffend. En zo staat PSV met 2-1 voor. 25 minuten lang worden de fouten bij de tegenstander afgedwongen. Zo ook nu. Hier gaat Simons, Gakpo, Simons en daar is hij alweer, 0-4. Vrijwel iedere aanval van PSV levert een doelpunt op. Goed gedaan, goed gedraaid. Simons, goed gelopen. Het is de eerste kans. Het is ook een raak. Vlot lopende aanval van PSV. Die begint na een tijdje breed spelen bij Veerman. Simons, de goede loopactie. Het is echt een hele fraaie treffer. Die valt al vroeg in de wedstrijd. Til. Goed meegegeven. En nu de 4-1. Nee. Ja, toch. Parkas houdt tegen. Maar tot twee keer is hij daar niet toe in staat. Simons dus. Guti meegeven aan Xavi Simons. Daar is dan het schot op doel en het is raak ook. Na ruim een half uur komt PSV op voorsprong. Eindelijk wordt er een kans gecreëerd, maar het wordt ook meteen verzilverd. De openingstreffer van Xavi Simons. De naam helpt. Maar nu niet meer. Onvermijdelijk de gelijkmaker voor PSV. Mooi binnengekomen. Dik en dik verdiend. 65e minuut. Fortuna en PSV in evenwicht. En nu ruimte. Goede bal vooruitzicht van Veerman. De Jong moet inhouden. Dan staat hij buitenspel. Simons hoeft niet in te houden. En biedt Ghazi, El Ghazi de kans op de openingstreffer. En dat rond hij keurig af. En zo staat PSV in Amsterdam nu met 1-0 voor. Begon allemaal bij Veerman met de interceptie. Een directe paas vooruit. Bliksemafleider is Luc de Jong, doelpuntenmaker Anwar El Ghazi. De belangrijkste bijrol voor Simons.
Bakayoko, Simons, De Jong voor de goal. En daar is hij, Luc De Jong. De droogte stopte voor Luc De Jong al woensdag in de beker, maar in de Eredivisie duurde die droogte nog even voort. Zijn laatste goal tegen Ajax is zijn laatste goal niet meer in de Eredivisie. Het is die in deze wedstrijd tegen Groningen na 27 minuten spelen op aangeven van Simons. Van Aanholt. Dus Simons vanaf links. Simons. Dat is lekker geschoten. Wat een heerlijke goal van Xavi Simons. Het is voor PSV niet te hopen dat hij daar even met Parijs aan het bellen was. Want wat is het toch een heerlijke speler om naar te kijken. Fabio Silva. Daar is De Jong, Xavi Simons, Fabio Silva en 2-0. Is het nog op tijd? Is het nog op tijd? Mooi balletje zeg. Simons neemt hem ook mee. Lukt dat? Dat lukt! Dat lukt! Simons scoort! De paas van Sangaré. Mag er zijn en de manier waarop je hem uiteindelijk meeneemt natuurlijk ook. De assists zijn zeer fraai en essentieel vandaag voor PSV. Twee fraaie van Bakayoko, maar ook deze mag er weer zijn. Paulussen in de fout, afstraffen, Xavi Simons langs de keeper en goal. 1-1. 3 minuten na de openingstreffer van Balk is de schade gerepareerd. Paulussen in de fout. Dat zie je wel een beetje aankomen in de eerste 25 minuten dat dat gaat gebeuren. Veerman snoept hem de bal af. Fabio Silva, die hebben toch wel een klik met elkaar. El Ghazi, wat een goal. 5-2. Tweede doelpunt van Anwar El Ghazi in deze tweede helft. En pas nu durf je te zeggen dat PSV de punten binnen heeft. Schitterende combinatie gaat eraan vooraf. Daar gaat PSV. De weg ligt toch redelijk open. Maakt hij hem ook? Ja, natuurlijk maakt hij hem. Want als je Xavi Simons zoveel ruimte geeft, dan is het dus nummer 13 van het seizoen. Er zijn er een paar bij PSV. Ja, dat moet je toch eens zien. Natuurlijk, er ligt ruimte. Maar Vitesse geeft nou net de PSV'er de ruimte van wie je dat 100% niet moet doen. Maar wat maakt hij hem rustig af? Wat gebruikt hij zijn snelheid en zijn balbeheersing daar goed? De goal van Aanholt, Xavi Simons. De goal van Aanholt, eerst een goede avond van PSV. En daar is meteen de tweede voor de Eindhovenaren. Patrick van Aanholt. Dat mag je met recht een bliksemstart noemen. Zo lang volgehouden in die eerste helft. En dan eerst de beste kans in de tweede helft. Boom. Geen houden aan. Ook niet voor Damen. Deze de bal is daar Fabio Silva. En maakt Xavi Simons uiteindelijk de 2-0. Er is wel de nodige hulp voor nodig, zeg. Bij Excelsior zijn ze boos. Want schrijven ze echt de dieper in. Zie ik kennelijk dat daar een overtreding gemaakt is. Boermans
kan niet echt meer lopen. Die zal er zo nog wel uitgaan bij Excelsior. Als Simons de bal voorgeeft en Fabio Silva bedient. Dat is wel een hele mooie goal van PSV. Waar Fabio Silva heel blij mee is. Net bediende die Xavi Simons. Nu is het andersom. Dat is deze assist en deze goal. Een stuk mooier dan die vorige.